Als je gaat filmen, kun je daar filters bij gebruiken. Kijk, bijvoorbeeld dit soort dingen. In deze video ga ik het erover hebben. Wat is dat en waarom en wanneer gebruik je welke filter? Hoi, ik ben Riske van de Videomakers en op dit kanaal helpen wij jou bij het maken van betere video's. Wist je trouwens dat we ook online cursussen hebben op onze website? Kijk daar vooral ook even naar. En als je dan toch bezig bent, schrijf je daar ook even in voor onze nieuwsbrief. Die sturen we ongeveer elke maand of zo met de nieuwste updates over de video's en zo die we gemaakt hebben. Nou, in deze video wil ik het dus hebben over filters, want dat zijn hele leuke middelen bij filmen en fotograferen. En ik ga even de verschillende soorten filters met je bespreken. Als eerste wil ik graag de ND-filter met je bespreken, omdat dat ook degene is die ik het allermeeste gebruik. Filters kun je trouwens gebruiken bij video en fotografie, het maakt niet uit. En dit is een ND-filter. Je ziet dat hij gewoon zwart is. Hij is niet zwart. Dat kun je nou niet zien, hè? Maar geloof me dat hij gewoon, je kunt er doorheen kijken. Maar hij is zo donker dat hij dus een heleboel licht wegneemt. Een ND-filter kun je dus gebruiken als het eigenlijk te licht is buiten. En je het misschien niet redt met de instellingen van de camera om het donkerder, donker genoeg te maken. Je hebt verschillende soorten ND-filters. Dit is een ND-filter met gewoon één instelling, die is gewoon deze zwartheid. Dat wordt trouwens gemeten in stops. Dit is een ND-filter met 10 stops, geloof ik. Ja. Ja, Gietje zegt ja. Is dat die uit Bremen? Ja, we hebben deze in Bremen gekocht omdat we opeens dachten, shit, we hebben dit nodig. Maar kan niet, het staat er niet op. Nou, maakt niet uit. Het staat in de binnenkant. In de binnenkant staat B plus W 8210 ND 3.0-10BL. Oh, 10. Dus staat 10. Ik denk dat dat de 10 is. Ja, hij is 10 stops. Met filters is het dus trouwens zo, dit soort filters, dat je die moet je kopen op het formaat van je lens. Dus deze filter kan alleen maar op de lens waarvoor ik hem gekocht heb. Als ik een grotere of kleinere lens heb, zoals deze lens bijvoorbeeld, ja, daar kan ik hem niet op doen. Want deze lens, elke lens heeft zo'n schroefdraad. Ja, je ziet het al, deze past hier niet op. Dus dat is jammer. Je moet dit soort filters dus kopen per lensformaat dat je hebt, zeg maar. Ik heb hier nog een ND-filter. Deze is voor een kleinere, zoals je ziet. Zou die hierop passen? Nee, dat was ook niet voor deze lens dat ik hem gekocht had. Deze is variabel, want dat heb je ook. ND's die variabel zijn. En misschien dat je het kan zien als ik eraan draai. Ja, dat zien we wel. Je ziet dat hij open en dicht, dat hij donkerder wordt. Dus dat is heel leuk. Het nadeel van zo'n variabel ND is dat de uiteindes, dus op zijn donkerste en misschien ook op zijn lichtst, dat hij rare effecten gaat laten zien. Dat je soms een soort zwart kruis krijgt door je foto. Ja, ik weet het ook niet hoe dat werkt. Je hebt nog een andere soort ND. In die camera zit een ND ingebouwd. Sommige camera's hebben dat. En dan ga ik Gietje vragen om er even aan te draaien. Ja, dat knopje. Ik ga nu op 1/4 ND. Ja. En dan ga ik nu naar... Precies. Dus nu zag je... Geen ND. Weer. Stuk lichter. Dus je zag hem nu voorbij draaien, zeg maar. Langs... Ja, in dit geval bij die camera zit hij dus achter de lens. De ND-filter. Dan word je al donker. Zat hij nu op een 64ste? Ja. Top. Super donker. Hi, zie je me nog? Zet maar terug op 1/4. Ik zet hem weer even terug op 1/4. Dat is het beste. Ja. Bij videocamera's die dat ingebouwd hebben, dat is super fijn. Omdat je dan daardoor heb je gewoon tijdens het filmen heb je meer ruimte om dingen aan te passen. Zeg maar naast dat je een diafragma kan gebruiken of een sluitertijd. Of ISO of gain om je licht aan te passen. Als je maar denkt, waar gaat dit over? We hebben inmiddels een cursus in onze shop. Nee? Oké, bijna. In onze shop over ISO, sluitertijd en diafragma. Als je daar meer over wil leren. Nou, door naar het volgende filter. Als tweede hebben we een polarisatiefilter. Ik zit even te kijken van, waar heb ik hem nou gelaten? Oh, hier. Dit is mijn polarisatiefilter. Zo. Hij kraakt. Alsof er zand tussen zit. Heb je hem meegenomen met zand? Ik heb hem meegenomen. Ik heb laatst gefilmd in de Soesterduinen. En de lens waarmee we normaal filmen, die ligt ook al bij de reparateur omdat er zand tussen zat. En nu hoor ik dat hier. Klinkt naar, hè? Dus hier zit ook wat zand in. In elk geval, een polarisatiefilter kan dus draaien. En je ziet het niet zo goed nu hier als ik het draai, maar een polarisatiefilter wat het doet, is dat het licht anders breekt. Dus wat betekent dat? Dat
dingen er anders uit gaan zien. Een beetje vaag, hè? Ik had hem dus gebruikt in de Soesterduinen. Dat was op een superzonnige dag. En ik wilde de blauwe lucht nog blauwer maken. En dat kun je dus hiermee doen. Omdat het licht anders wordt gebroken, kun je dus lucht blauwer maken. Ik heb hier ook een shot gemaakt uit het raam. Waarin je goed kan zien dat, zeg maar, links in de bovenhoek zie je dat de lucht blauwer wordt als ik draai aan het filter. Maar het doet meer dan alleen de blauwe lucht veranderen. Je ziet het ook bijvoorbeeld in het water. Het water reflecteert meer of minder op het moment dat ik hem draai. En als laatste zie je het ook nog in het dak helemaal op de voorgrond. Daar zie je ook dat hij donkerder of lichter wordt. En dat komt gewoon omdat daar steentjes op liggen die ook in zekere zin reflecteren. En dus meer of minder reflecteren als je het polarisatiefilter draait. Je kunt een polarfilter dus gebruiken als je reflectie wil veranderen of als je blauwe lucht wil veranderen. Ik gebruik het dus ook wel eens op het moment dat ik een raam in beeld heb. Een autoraam of een, weet ik veel, een raam op straat. En ik wil die reflectie anders. Want soms reflecteert een raam heel erg en wil je dat juist niet, omdat je er doorheen naar binnen wil kijken. Of een raam reflecteert niet zo erg afhankelijk van waar je staat en hoe het licht valt. En je wil juist reflectie zien. Omdat je dat mooi vindt dat er iemand langs loopt en je ziet hem twee keer, bijvoorbeeld. Dus een polarisatiefilter is wat je op dat moment kan gebruiken om die reflectie te beïnvloeden. Ik vind een polarisatiefilter heel leuk, maar ik merk dat ik hem ook niet altijd meeneem. Als ik bijvoorbeeld alleen maar portretten ga schieten of ik ben binnen iemand aan het filmen de hele dag, dan denk ik vaak van tevoren, volgens mij heb ik hem niet nodig, dus dan neem ik hem gewoon niet mee. Als ik van tevoren al weet dat ik bijvoorbeeld iemand in een auto moet filmen of fotograferen en door de ruit dat misschien wil zien, dan neem ik hem mee. Of als ik natuur ga fotograferen en ik wil luchten en water bijvoorbeeld goed weergeven, dan neem ik hem zeker mee. Een laatste ding waar je ook aan moet denken met de polarisatiefilter is dat hij ook, nou je ziet het eigenlijk al een beetje, hij is ook een beetje donker. Dus hij neemt ook licht weg. Dus als je in een vrij donkere situatie aan het fotograferen bent, dan maakt dit je plaatje nog donkerder. En kan het ook lastiger worden om een goed plaatje te maken. Dus in dat soort gevallen is het beter om hem misschien niet te gebruiken. Dan de UV-filter. En dit is een beetje een interessante, want er zijn mensen die zeggen dat je dat gewoon niet meer moet gebruiken. En er zijn mensen die zeggen dat je dat wel moet gebruiken. Ik heb een hele tijd op al mijn lenzen UV-filters gehad. En de reden was ook dat je je lens ermee beschermt. Want dat is eigenlijk voor veel mensen nog de reden om een UV-filter te gebruiken, om je lens te beschermen. Oorspronkelijk waren ze omdat een soort UV-haze hangt in de lucht. Dus dat zie je dan dat je een soort van, ja, mistigheid bijna krijg je in landschapsfoto's bijvoorbeeld. Maar dat is met de digitale camera's is dat sowieso minder geworden. Dus de UV-filter is minder belangrijk voor dat soort redenen. Maar goed, veel mensen gebruiken hem dus ook om je lens te beschermen. Het enige is dat ik heb dus een keer een lens gehad die is kapot gevallen tijdens het fotograferen. Ik was gevallen tijdens het fotograferen en met de camera die om mijn schouder hing, klapte op de grond en op de lens. En daar zat een UV-filter op. Nou was het zo dat ik had de lens verzekerd en de filter niet. Filters kunnen ook best duur zijn. Ik had dus daarna een gebroken filter die niet verzekerd was, maar een lens die oké was. Ergens dacht ik, kan ik beter een kapotte lens hebben, die is tenminste verzekerd, dan een filter. En ik kon bovendien die dag niet meer verder fotograferen met die lens, want die filter, omdat hij zo'n klap had gekregen, zat hij te vast op de lens. Ik heb thuis, nou ja, wat geweld en gereedschap moeten gebruiken om die filter eraf te krijgen. En ja, die dag zat hij dus gewoon kapot ervoor met een gebroken glas en zo. Dus ik kon hem niet meer gebruiken. Dus eigenlijk dacht ik toen, ik had misschien beter geen UV-filter voor mijn lens kunnen hebben. Dan had ik hem, nou ja, dan was hij stuk geweest ook. Maar dan, nou ja, ik weet het niet. Het is niet per se een goed idee om voor elke lens een filter te doen. Dan is het ook nog zo dat als je nou heel veel geld uitgeeft aan de lens, hè, omdat je het mooiste, beste glas wil hebben voor het mooiste plaatje, en dan doe je er een UV-filter voor, dan moet dat wel eigenlijk net zulke hoge kwaliteit glas zijn als de lens die je hebt gekocht. Als je een superdure lens koopt en een goedkope UV-filter, dat is eigenlijk zonde. Want dan heb je dus een supergoedkope glas nog voor je mooie lens. Waardoor je weer afdoet aan de kwaliteit. Dus je moet daar wel goed over nadenken. En UV-filters en sowieso al dit soort filters kunnen nog best wel oplopen in prijs. Weet jij nog wat we voor deze hadden betaald toen in Bremen? Was dat niet 150 euro of zo? Zoiets, ja. Omdat het wel dus gewoon een goed merk is met goed glas. Want dat wil je natuurlijk eigenlijk. Maar ja, het is dus ook niet goedkoop. Als laatste, het voegt ook nog weer een extra flare toe. Want soms heb je als de zon of het licht op een bepaalde manier in je lens valt, dan krijg je een flare. Ik vind dat soms mooi. Maar soms wil je het ook weer niet te veel. En als je dus een filter nog weer voor je lens hebt, dan voegt dat nog een flare toe.
Dus nog zo'n extra licht stipje. Dus als je aan het filmen bent en je denkt, hey, ik heb een soort van dubbele reflectie van een lamp die ik zie, dan kan het zijn dat dat komt door je extra filter. Als je filter eraf haalt, zul je zien dat er een van de flares wegvalt. Als laatste heb ik nog een soort filter die eigenlijk niet een ander soort filter is, maar gewoon een andere manier van filters. Want ik heb tot nu toe steeds die ronde laten zien die je schroeft op je lens. Maar je hebt ook nog een ander soort filtersysteem. Ik heb dat net gekocht, toevallig, en nog niet eens gebruikt. Gietje, wanneer gaan we fotograferen om dit te gebruiken? In Amerika. We gaan binnenkort naar Amerika, dus dan gaan we ze zeker gebruiken. Dus zullen jullie vast dingen van voorbij zien komen. In elk geval, dit is een ander filter, een andere manier om filters te gebruiken. Ik ga het even laten zien. Zo ziet dat eruit. Hier zit nou toevallig een polarisatiefilter in. Grappig. Wat je doet hiermee is dat je dus niet een filter hebt wat je schroeft op de lens. Maar je hebt een filterhouder die je op de lens doet. En dan moet ik even kijken waar heb ik het allemaal gelaten. Want je hebt daarvoor ook nog een soort van maten. Kijk, dit systeem komt met dit soort ringen. En die hebben dan weer verschillende maten. Even kijken. Kijk, dus ik heb ook bijvoorbeeld een heel kleintje. Zou die nou hierop passen? Ik zou zeggen dat ik daarover nagedacht heb. Hè? Ja. Ja. Dus, wat je nou kan doen. Nee, nou moet hier nog weer eentje op. Leuk dit. Het is net Lego. Ja. Goed, met een grotere lens kan dit dus ook. Dan doe ik gewoon zo'n ring op die lens. En deze schuif je dan voor je lens. Zo. Het ziet er een beetje belachelijk uit. Maar wat je dus doet is dat je dan heb je die houder en dan kun je daar weer filters in doen. Dus er zit nu al een ronde in, een polarisatiefilter. Dus die kan ik, hè, we hebben net geleerd dat je die moet draaien, dus die kan ik hier draaien. Oeps. Oké, je moet dit wel goed doen. Ik moet er nog even mee oefenen, zoals ik zei, ik heb dit nog niet gebruikt. Maar je kunt dus, dat is ook het leuke eigenlijk van zo'n filtersysteem, is dat je makkelijk verschillende filters voor en achter elkaar kan doen. Dat kan natuurlijk hier ook mee. Ik kan deze, want hij heeft een schroefdraad waarmee ik hem op de lens draai, maar hij heeft aan die kant ook weer een schroefdraad. Dus ik kan daar gewoon filters zeg maar weer opschroeven. Dus zo kun je meerdere filters op elkaar schroeven. Het enige is dat als je aan het filmen of aan het fotograferen bent, dat het, als je zeg maar 5 op elkaar hebt geschroefd en je denkt, oh, ik wil de middelste eruit. Ja, dan ben je aan het schroeven, wat een gedoe. Dat is met dit systeem makkelijker. Ik heb hier dus ook een ND-filter. Je kan ze er dus inschuiven. Nou denk je nog, dit is eigenlijk hetzelfde natuurlijk als met zo eentje. Maar wat je nou nog ook nog hebt, een laatste soort ND-filter, is de gradueel. Ik weet eigenlijk het woord niet zo goed. Ja, in het gradueel. Je ziet het wel. Dat die aan de bovenkant is die donker en aan de onderkant niet. Dit is iets wat typisch veel gebruikt wordt wanneer je een landschap filmt of fotografeert. Omdat de lucht altijd lichter is. Dus dan wil je die soms wat donkerder maken. Je kunt dat natuurlijk in de nabewerking doen. Maar zoals we het in de video over dynamisch bereik al besproken hebben. Heb je soms dat bereik niet in je camera. Dat je die lucht ook nog goed kan opnemen. Dan kan dit een oplossing zijn om de lucht donker genoeg op te nemen. Zodat je in elk geval in de nabewerking dat goed kan nabewerken. Bijvoorbeeld bij zonsondergang? Bij zonsondergang, nou, ik moet zeggen, voor zonsondergang heb je nog weer hele speciale van deze. Die zijn namelijk niet aan de bovenkant donker, maar in het midden. Ja. Want bij zonsondergang heb je namelijk dat het allerlichtste gedeelte is in het midden. Want boven wordt het alweer donker, die lucht. Dus dan heb je er nog weer andere voor. Maar deze kan ik dus hier ook in doen. En wat het leuke is met zo eentje, is dat je dus hem heen en weer kan schuiven in waar wil je die donker te precies hebben. Hoe laag wil je hem hebben? En dat is natuurlijk fijn. En dit is iets wat je niet kan doen met zo'n circulair, of met, niet een circulair, maar met een ronde die je erop schroeft. Dan kun je hem natuurlijk niet heen en weer schuiven. En daarvoor heb je dan ook zo eentje nodig. Dan heb ik hier volgens mij nog eentje. Oh, dit is nog een ND. Oh, dat was het. Dus nu is de collectie wel op. Ja. Want wat nog hierbij leuk is, is dat je als je meerdere van die filters hebt, dan kun je dus ook ze verschillende met elkaar combineren. Om bijvoorbeeld meer licht van de lucht weg te halen en zo. Waar zou je dat nou eigenlijk voor gebruiken trouwens, zo'n ND-filter? Kijk, zo'n gradueel ND-filter gebruik je dus om een lucht donkerder te maken. Maar zo één, of degene die ik hier nu in heb geschoven, die kun je gebruiken om te zorgen dat je je sluitertijd bijvoorbeeld veel langer kan zetten. Je sluitertijd gebruik je om... Een foto maak je dan heel kort of heel lang?
Als je je sluiter langer laat openstaan, dan is er dus meer tijd die er voorbij gaat terwijl je de foto maakt. Dat betekent dus dat mensen die voor de foto bewegen, dat die of heel stilstaan, omdat het een hele korte foto was, of ze zijn een beetje blurry omdat ze in beweging zijn terwijl die camera open stond. Dit is bijvoorbeeld een foto die ik ooit heb gemaakt bij Amsterdam Centraal. En ik wilde de mensen onherkenbaar erop, maar je wil toch een beetje bedrijvigheid, je wil mensen zien lopen. En dat zie je heel goed zonder dat je iemand herkent, omdat iedereen totaal in beweging is. Dit is dus een lange sluittijdfoto die ik heb gemaakt met een ND-filter. Want omdat het daglicht is, zelfs een beetje zonnig, is het eigenlijk te licht om de sluiter zo lang open te kunnen laten staan. Want als de sluiter lang open staat, valt er ook meer licht naar binnen. Dus het is gewoon te licht hiervoor. Als je dit soort dingen wil doen, moet je dus een ND-filter gebruiken. Daarnaast heb ik ook bijvoorbeeld in Canada, daar was ik afgelopen zomer, en daar heb ik ook foto's gemaakt met een ND-filter en een lange sluitertijd. En dan is het niet omdat ik zo graag mensen van de foto blurry wil maken of zelfs helemaal weg, want als je hem nog langer openlaat, je sluiter, dan zul je zien dat die mensen helemaal verdwijnen. Maar daar was het omdat ik de kleuren beter wilde weergeven en wat water gladder maken, zeg maar. Want water wat een beetje dit doet, dat wordt helemaal plat op het moment dat je je sluiter heel lang openlaat. Dus dit zijn bijvoorbeeld foto's die ik in Canada heb gemaakt. En je ziet dat inderdaad de kleuren zijn heel vol. Want dat is iets wat lange sluitertijd ook nog toevoegt. En het water wordt heel spiegelglad. En soms is dat heel mooi om dat op die manier te fotograferen. Nou, tot zover alles over filters. Het is een heleboel geworden. Een laatste opmerking misschien nog erbij. Als je veel verschillende filters op elkaar gebruikt, moet je ze dus ook allemaal poetsen. Want ja, je ziet hem al dat ik hem zo vasthoud om niet vingers erop te krijgen. Maar die worden vet snel smerig. Filters worden maar smerig de hele tijd. We hebben bij een opdracht waarbij we deze filters hebben gebruikt, hebben we ook constant staan poetsen. Je wordt er helemaal gek van. Maar ja, hoe meer filters je op elkaar gebruikt, hoe meer je dat allemaal door elkaar gaat zien. Ze moeten wel schoon zijn. Dus filters gebruiken is fantastisch, maar ook een beetje ellendig. Dus veel plezier met het gebruik van filters. Laat je ervaringen die je ermee hebt vooral achter onder de video als je dat leuk vindt. En dankjewel voor het kijken.